Frank Cameron, de erevoorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname, is vandaag overleden. Cameron was grondlegger en de pionier van de stichting. Gedurende zijn leven heeft hij een onvermoeibaar bijdrage geleverd aan de promotie van kunst en cultuur, waarbij hij talloze initiatieven, ook internationaal, heeft ondersteund en geleid. Wij zijn bedroefd, maar dankbaar voor het baanbrekend werk dat hij onvermoeibaar heeft ingezet, voornamelijk ook voor Suripop. Zijn werk heeft een blijvende impact op de culturele gemeenschap en op allen die met hem hebben samengewerkt. Franks nalatenschap zal voortleven in de vele projecten en programma's die hij heeft helpen realiseren. Zijn passie, toewijding en leiderschap zijn een voorbeeld voor ons allen. Dit heeft gezorgd voor een rijke toevoeging van het Surinaams cultureel muzikaal erfgoed. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd. Frank zal zeer gemist worden, maar zijn geest zal altijd aanwezig blijven in de kunst en cultuur die hij zo hartstochtelijk heeft gesteund. Frank Cameron werd 88 jaar oud. ATV condoleert de gehele Surinaamse gemeenschap met dit verlies.